Nou, we gaan optreden. Ja, dat zul je dan wel zien in de beelden, hè? Ja. Goedemorgen allemaal, het is vandaag 24 juni en ik ga vandaag naar Simmerdijs, als ik het goed uitspreek. Dat is een festival, gratis festival en daar speelt Rondé en dat is in Drachten. Daar ga ik vanavond heen en ik ga me nu een beetje klaarmaken en zo. Ik heb nog geen make-up op en ik heb me net gedoucht. Ik heb mijn mantel ook nog aan en ik ga erheen met Davina en daar zo zien we ook nog andere Rondé fans, Rondeetjes. Dus super gezellig, ik heb er echt super veel zin in. En ik ga me dus nu eventjes klaarmaken, make-up doen en haar doen en zo. En het is nu ongeveer 12 uur, dus ik heb nog lang de tijd. Ik hoef pas rond 4:55 weg. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik heb mijn make-up helemaal gedaan. Ik zie er weer een beetje normaal toonbaar uit. Ik moet alleen nog even mijn haar doen. Mijn haar, ik heb nog helemaal niks met mijn haar gedaan. En ondertussen heb ik natuurlijk Rondé op staan. Dus lekker hard. A little more space for me. Ik heb mijn haar gedaan. En er zit een beetje een krul in. Want ik vond het stijl niet zo heel leuk. En ik heb mijn nagels ook gelakt. Knal neonroze. Die komt van de Hema. De neon collectie. Dus die heb ik even opgedaan. En ik heb nog echt super lange tijd. Dus ik ben nu YouTube video's aan het kijken. En ik moet alleen nog even mijn tas inpakken en een beetje opruimen. En dat is eigenlijk het enige. Rondé heeft afgelopen vrijdag 6 remix gepost. En mijn favoriet is de East & Young remix. En zijn er dus 6. En het is echt allemaal super tof. Allemaal een beetje eigen een andere stijl. En mijn laptop is ook een beetje vies. Maar die moeten jullie allemaal checken. Dus het linkje staat in de beschrijving. En dan kan je al deze remix luisteren. En zijn echt hartstikke leuk. Het is nu 4 uur geweest. En ik ga even YouTube video's kijken. En ik heb mijn tas ook al ingepakt. En er zit vooral vol met powerbanks. Ik ben toch nog van outfit verwisseld. Ik doe mijn Is dit de vlog van Marit Bosman t-shirt aan. En als je die wil hebben, check linkje in de beschrijving. Ja, deze doe ik dus aan. Het is nu 6:10 en het is tijd om naar Zwolle te gaan. En daar meet ik Davina en gaan we eventjes eten. En we zijn op het station. Hallo Davina. Hallo. Ik weet het niet. Adriaan, waar ben je op dit moment? Waar ben je? We zitten nu in de bus en we hebben dus niet echt goede ervaring met de bus, laten we het zo zeggen. Dus we hopen dat alles goed gaat, maar volgens mij, ik heb er vertrouwen in. Heb jij er vertrouwen in? Ja. Het komt wel goed en we zitten nu hier weer achter in de bus als een stel schoolkinderen. We zijn nu bij de bushalte aangekomen en we worden waarschijnlijk zo meteen opgehaald door Petra, Sharda en Anne. Die is blij, want anders moesten we 22 minuten lopen en wij zijn dus heel lui. Dat hadden we dus net al gezegd, dus waarschijnlijk kunnen we daar worden we zo meteen opgehaald. En we zijn lekker in Friesland. Friesland! Kan jij Fries? Ik heb echt een hele wereldreis gemaakt. Ja. Hoe laat moest je vanmiddag weg? Oh nee, ik denk 3:45. Zo, dat is echt bizar. Maar dat is echt bizar. We hebben er heel veel voor over en we hebben er super veel zin in. We zijn aan het soundchecken. Kijk maar. We zijn met... Oh. Hallo. Ik heb net een vraag voorbereid. Ik ben nu net naar jullie toe geweest in de zomer. Maar wat vonden jullie tot nu toe de leukste van deze zomer? We hebben even een paar festivals op. Central Park, dat was echt de coolste. Ja. Nee, dat was het festival is voor het eerst georganiseerd dit jaar. En de line-up was echt crazy. We kregen ook echt een hele goede spot. Dus we stonden als een de laatste. En na ons speelde Kensington. Dus ja, dat kans stond helemaal vol. Ja, ik vond het wel jammer dat 18 was. Ja. We zitten ook 18. Dus ja, dat was echt een hoogte. Sowieso wel een van de coolste festivals waar we ooit hebben gespeeld. En voor mij sowieso. Ik ben begonnen met spelen toen ik 6 was. Want toen ik oh ja, dat is misschien wel een leuk verhaal. Mijn vader die heeft in Australië gewoond. En daar had hij een vriend die heette David. Ja, David was een Australisch, moest het zo uitspreken. Ja. David. Ik hoor jou denken, wat zeg je nou David? Ja. Ik zag je wel. Ja. En die heette David en dat was een soort van waarzegger en een voorspeller. En die had, en ik was toen 1 jaar en meegekomen naar Australië. En toen had hij dus een voorspelling over mij gedaan. Dat is nog een heel blad, ook met allemaal dingen erop geschreven en zo, met allemaal gekke symbolen. En toen had hij dus gezegd dat ik het zou gaan maken in de muziek. En zo
daar is het eigenlijk begonnen en ik ben begonnen met spelen toen ik 6 was. Toen had mijn vader een piano gekocht en toen speelde die meneer speelde de Vlooienmars, geloof ik. Die hem kwam brengen, de piano. En toen kon ik hem na een paar dagen al meespelen. Of na dezelfde dag of zo. Dus toen, toen ben ik eigenlijk begonnen. Yes. Wanneer ben je begonnen met, hoe ben je begonnen met vloggen? Ik had eerst een blog en toen dacht ik, ja, ik wil wel iets meer, zeg maar, video's zijn leuker om ja, te kijken en dan lezen. En toen ben ik 1,5 jaar geleden begonnen. Oké, en hoe valt het? Ja, het valt goed. Hoe gaat het met de kijkcijfers? Gaat het omhoog sinds? Ja, ik heb nu iets van 600 abonnees. Kijk eens. En het gooit steeds meer. Het zou wel lekker zijn als je straks gewoon rijker bent. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb nu al 15 euro verdiend. Echt? Dat is toch lekker? Dat is wat je leuk vindt. Dat hebben wij ook. Het is gewoon, je hoeft er eigenlijk niet veel geld voor en je krijgt het wel. Dat is wel lekker. Doei! En zoals je net hebt kunnen zien, begin ik net te vloggen met ze. Alleen hierna zie je de beelden. Heb je zin in? Ja. En we hebben bandjes van die glow-in-the-dark bandjes. En er is confetti aan deze. Je zag niet wat ik deed. Heb je zin in? Ja! En we zitten weer in de trein van Heerenveen naar Leeuwarden. En ik merk nu dat ik mijn vlog altijd begin met en we zijn nu daar en we gaan nu lopen en. Was het leuk? Het was leuk. Het was echt super leuk. En we hadden confetti en we hadden dit, maar dat gaan we al laten zien. Dat hebben we ook nog. Dus het was echt super leuk. Echt een heel groot feest. En ja, dat was eigenlijk. Kijk, we zijn live op Insta. Lekker. Wat we ons vervelen. En ik zit hier echt super charmant. Maar we zijn live op Insta. We staan op een leeg Zwolle station. En we gaan nu met de auto naar huis. Bij deze sluit ik de video af. Ik hoop dat je hem leuk vond. Duimpje omhoog voor mij. Duimpje omhoog voor Ondé. Duimpje omhoog voor Davina. Duimpje omhoog voor iedereen. Duimpje omhoog. Doei. Wow, wow.